Educator als ook de zaakvoerder hier bij Monai. Vandaag wil ik het heel graag met jullie eens hebben over cleansers en het belang van cleansers binnen je nagelbehandeling. Elk merk heeft zijn of haar cleanser met op hun beurt specifieke eigenschappen. En het is belangrijk om die eigenschappen ook te kennen. Het is meer dan belangrijk ook om de ingrediënten van je producten te kennen. En daar ga ik jullie een klein beetje uitleg over geven vandaag. Een cleanser bestaat ofwel uit isopropanolaceton ofwel uit isopropyl alcohol. Dikwijls worden daar ook nog extra ingrediënten aan toegevoegd en die kan je uiteraard op de verpakking terugvinden. Bij Light Elegance is er geen enkele toevoeging. Dit is echt een puur en zuiver product. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de cleanser van Doornails, zie je heel duidelijk dat dit product een roze kleur heeft. En als ik hem ga openen, gaat het ook ongelooflijk lekker ruiken naar zoete aardbeidjes of zoiets. Maar dat wil natuurlijk wel zeggen dat er een parfum in zit. Je gaat die ingrediënten ook terugvinden op het label, zoals dat voor elk product hoort te zijn. Dus in dit geval ga je inderdaad zien dat er ook een parfum is toegevoegd en er staat ook nog een getalletje achter voorafgaand door de letters CI en dat duidt op een kleurstof. Omdat een cleanser een geurtje of een kleurtje bevat, wil dat niet zeggen dat dat een slechte cleanser of een vuile cleanser of iets dergelijks zou zijn. Nee, absoluut niet. Het is gewoon na te gaan. Mag ik die in elke stap van mijn behandeling gebruiken? Of gaat die cleanser een residu achterlaten op de natuurlijke nagel en kan ik die dus niet in de voorbereidende fase gebruiken. Dus dat gaan we nakijken. En hoe kunnen we dat doen? Dat kan je doen door heel eenvoudig een spiegeltje te gebruiken om na te gaan of jouw cleanser residu achterlaat of niet. Je gaat van jouw cleanser een paar druppeltjes op de spiegel aanbrengen en dit aan de lucht laten verdampen. Blijft er een heel zichtbare kring achter op de spiegel, met daar zelfs precies een klein beetje oliedruppeltjes of iets dergelijks in, dan wil dat zeggen dat jouw cleanser erg veel residu gaat achterlaten. Die residu gaat voornamelijk afkomstig zijn van het parfum of zeker en vast de hoeveelheid parfum dat erin zit. Een product kan nog altijd parfum bevatten, maar als het zo minimaal is, dan laat het geen sporen of geen residu achter, maar bevat het veel parfum, dan gaat dit zeker en vast zichtbaar zijn op je spiegeltje. Ga je een product gebruiken dat enkel bijvoorbeeld een kleurstof heeft, dan gaat er minimaal tot bijna geen residu achterblijven op je spiegeltje. En dan kan je dit product natuurlijk gaan gebruiken in eenders welke fase van je behandeling. Dus veel residu, dan dit product enkel gebruiken op het einde van de behandeling voor de glanslaag, de kleeflaag van de glanslaag te verwijderen. Blijft er geen residu achter of nauwelijks residu achter op jouw spiegeltje, dan is dit product veilig om ook tijdens de voorbereiding of tussendoor te gebruiken. En zo ga je je liftingsproblemen gaan elimineren. Hier heb ik dus een spiegeltje voor jullie. En hierop heb ik een gewone, eenvoudige dissolvant remover uit de supermarkt op uitgetest. En zoals je kan zien, is alles opgedroogd, maar laat dit echt ontzettend veel residu achter. Dus niet geschikt om tijdens een behandeling te gebruiken of in het begin van een behandeling, enkel op het einde. Zo, ik hoop in ieder geval dat jullie dit leerrijk vonden. Vergeet niet te abonneren voor ons kanaal en geef ons een duimpje omhoog. En wij zorgen voor nog veel meer content. Tot snel!